Welkom allemaal bij deze speciale uitzending van Generate Live. Vandaag gaan we het hebben over hoe financier ik mijn onderneming of idee. We gaan zo dadelijk naar beneden. Daar hebben we onze eerste spreker, Misha Swaaf, directeur en oprichter van IMX Capital. Ik wil graag het woord aan jou geven. Ja. Nou, dankjewel. Dankjewel Martijn voor deze mooie introductie. Julie had op. Waar ben je trouwens, Julie? Ja, ik wilde even even stilstaan bij wat jij vandaag op Twitter gezegd had. Want het is toch een beetje. Wat doe ik voor de derde keer nu, dus drie maal scheepsrecht. Maar dit is ook de laatste. De laatste keer dat we in ieder geval in Haarlem doen, is ook wel een beetje jammer. Ja. Dus ik sluit me aan bij wat jullie al vandaag op Twitter gezegd hebben. Al ontzettend leuk om hier te zijn en zeker met zo'n geweldige opkomst. En ik denk dat het leeft, dat het relevant is, dat het belangrijk is. Wat is op Twitter gezegd? Nou, een beetje, dat het dus met een beetje een lach en een traan, ja. Een beetje mixed emotions, omdat het dus de laatste keer is. Maar dit is wel, ja, voor de derde keer doen we dit. Het is altijd een hele succesvolle middag, waar een heleboel mensen denk ik heel veel inspiratie uithalen en ook een beetje informatie. Maar daar wil ik toch ook even bij stilstaan, want zoals Martijn eigenlijk al zei, ga lekker slapen, ga lekker e-mailen, ga lekker twitteren, je hoeft namelijk helemaal niet te luisteren, want je kan het allemaal nalezen in dit geweldige boek. En ik zal een paar highlights noemen. Ik heb maar 40 minuten gekregen, dus dat betekent dat we heel erg beperkt zijn. En Martijn en Julie zijn altijd heel streng. Maar daar gaan we ons natuurlijk aan houden. Dus wat gaan we proberen te doen? In 40 minuten kan ik niet zo heel veel vertellen. Ik kan jullie een beetje bang maken met wat technische dingen en financiële formules en dat soort dingen. Dus dat doen we ook niet, want dat is helemaal niet gezellig op de donderdagmiddag. Klein beetje informeren, klein beetje ideegevoel geven voor waar kom ik allemaal mee in aanraking, waar moet ik allemaal rekening mee houden, waar moet ik eigenlijk wat meer van af weten, maar hopelijk ook een beetje energie en inspiratie. Want dat heb je ook nodig om je bedrijf of idee van de grond te krijgen. Niet minder belangrijk. Nou, zoals het hoort even iets heel kort over mezelf. Waarom dit dingetje en niet foto van mezelf? Ik ben niet zo fotogeniek, dus ik ben een beetje zenuwachtig, ik word opgenomen. Dus er zitten misschien mensen dit te kijken, naar die schrikken misschien een beetje. Mijn naam is Micha Swaaf, ik heb een achtergrond, natuurlijk een financiële achtergrond, wat kan je daaraan doen? Ik heb 8 jaar lang gewerkt bij ABN AMRO, in de tijd dat ook een grote zakenbank was. En daar was ik verantwoordelijk voor investeringen in mediabedrijven over de hele wereld. Dus ik ben investeerder geweest, heb er een aantal inzichten op gedaan en dacht van, goh, heleboel bedrijven moeten hier eigenlijk meer van weten en moeten er vooral ook meer mee doen, omdat we allemaal kansen laten liggen. Dus ik ben een jaar of 4, 5 geleden mijn eigen bedrijf begonnen, IMX Capital, geef corporate finance advies, dat is een hele mooie Engelse term, dat betekent gewoon dat we specifiek op financieel strategische gebieden, bijvoorbeeld financiering, maar bijvoorbeeld ook je plannen financieel en ook strategisch gezond maken, daar geven we allemaal advies over. Boek wil ik even noemen. Waarom? Omdat ik echt denk dat het moeite waard is om te lezen. Dat zeg ik niet zozeer uit eigen belang, want van de 24,95 die dat boek kost, komt er gewoon €2 over anderhalf jaar bij mij een keer terecht. Dus daar gaat het niet om. Maar waar gaat het wel om? Het gaat om de boodschap. En de boodschap van vanmiddag is ook: lange termijn waardecreatie moet centraal staan bij ondernemen. Nou, ik zie een heleboel glazen gezichten, terecht, heel vaag. Wat is dat allemaal? Maar daar gaan we over praten. Dus natuurlijk is het belangrijk dat je omzet gaat bereiken, dat je winst gaat maken, dat je allemaal andere dingen gaat doen. Maar je kan alleen maar succesvol zijn op termijn als je waarde creëert. En dat is allemaal veel meer dan alleen maar dat. En we gaan ook met voorbeelden bespreken van bedrijven die we allemaal kennen en die dat heel goed doen. Dat brengt je hopelijk een beetje op ideeën, kan je zelf een beetje aan spiegelen. Nou,
Hier zitten mensen die geïnteresseerd zijn om een bedrijf of idee te financieren, of in ieder geval van de grond te krijgen. Een van de dingen die ik roep is, ja, dan moet je investeerbaar zijn. En wat is eigenlijk investeerbaar? Dat betekent dat het voor die ander de moeite waard is om op jouw propositie in te gaan. He, dus jij komt bij mij bijvoorbeeld en zeg je, nou, ik heb 100.000 euro nodig, want ik ga een boek schrijven. Dan zeg je, nou, dit is een geweldige ervaring, je raadt het iedereen overigens af, want de stress, waar komt een paar kilo aan die ik nog steeds niet kwijt ben. Dus ik kan het echt iedereen afraden, maar stel dat dat even een propositie is. Nou, leuk, je hebt een heel mooi verhaal over dat boek, maar waarom moet ik jou 100.000 euro daarvoor geven? Wat gaan we daarvan terugzien? Gaat het niet alleen maar om financiële dingen, maar gewoon in zijn totaliteit. Wat is nou de propositie? Investeerbaar betekent dat je aan iemand anders een voorstel doet, dat het voor hem een positief rendement heeft. Dat hij zegt, ja, ik word er beter van als ik daarop inga. Nou, denk bijvoorbeeld aan toeleveranciers. Jij hebt spullen nodig, die koop je in tegen de prijs die degene die dat levert ervoor wil hebben. Dat is een goede deal. Want jij wil het blijkbaar voor die prijs kopen, hij wil het blijkbaar voor die prijs geven. Nou, hoe leg je nou zo'n propositie voor daar waar het gaat over investeren en eigenlijk je eigen bedrijf op de kaart zetten? En je bedrijf op de kaart zetten is iets heel anders dan je producten of je diensten aanprijzen. En veel ondernemers die ondernemen dus ook echt omdat ze heel goed zijn in iets. Daar gaan we zo ook over praten, omdat ze iets heel graag willen doen. Met een populair woord is dat dan passie, maar heel erg belangrijk. Maar het gaat niet alleen om je product of je dienst of datgene wat je doet, maar ook het bedrijf wat je daar omheen bouwt. En dan gaat het niet eens zozeer omdat het nou een heel groot bedrijf met heleboel mensen moet zijn, maar het gaat er wel om dat je een aantal dingen die heel vaak in je achterhoofd zitten, impliciet, dat je die expliciet kan maken. Want een investeerder gaat de vraag stellen, maar waarom word jij succesvol? Ja, omdat ik heel goed ben. Ja, alle mensen zijn ook goed en die zijn toch niet succesvol geworden. Maar jij gaat wel heel succesvol worden. Maar waarom dan? Ja, wat ga je dan doen en hoe ga je dat doen en waarom is het anders? Nou, dat soort dingen. Maar we beginnen altijd even met hoe het niet moet. Hele verhalen schrijven. Hè? Als je naar de beurs wil, heeft dat een prospectus. In jouw geval heeft het een businessplan. Hele verhalen schrijven, bla 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 bla. Nou, daar heeft helemaal niemand boodschap aan. En daar zit ook niemand op te wachten. Wat moet je wel doen? Je moet gewoon een verschrikkelijk goed verhaal hebben. En zoals altijd met een verhaal, ook als ik hier sta te presenteren, dan gaat dat voor een deel om de inhoud, maar voor een deel ook om hoe je dat overbrengt. Dus denk daar ook goed over na, hè? Want het is een soort trechter, hè? Dat wordt hier dan ook uitgebeeld op dat plaatje. Maar probeer je even in die andere partij, die informal investor of de bank of een venture capital fonds, of je gaat jezelf op een crowdfunding platform neerzetten en presenteren. Nou, daar staan natuurlijk een heleboel anderen ook. Dus er gaat een soort selectie plaatsvinden. En zoals altijd in een selectie gaat dat voor een deel natuurlijk ook op uiterlijkheden. He? Dus nou, jullie zijn ongetwijfeld, hebben jullie wel wat populaire tv-programma's zo gezien, dus je weet wel, hè? De elevator pitch, de one-liner. Nou, dat wordt een beetje populair gemaakt, maar er zit wel wat in. He? Dus heb je goed bedacht hoe je iemand gaat benaderen en hoe je je verhaal over het voetlicht gaat brengen. Want niemand zit te wachten op een e-mail met een attachment met een businessplan van 50 pagina's, als dat voor mij helemaal niet interessant is. Dus maak een goed verhaal, een kloppend verhaal. Dan gaan we tegen het einde van de presentatie ook gewoon een paar praktische tips om je beetje aan de gang te krijgen, aan de gang te helpen. Maar hier hebben we nog even over gewoon het verhaal. Dus zorg dat je ook verschillende middelen hebt om te communiceren. Denk bijvoorbeeld aan een PowerPoint. Want het praat lekker met een plaatje op de achtergrond. Dus als je met iemand een meeting hebt, dan hoeft het helemaal niet op een beamer, kan je ook gewoon uitprinten. Maar dat ondersteunt je verhaal. Kleine moeite, maar je laat wel even zien dat, hé, ik ben iemand die net even wat beter mijn best doet. Denk ook aan, noem het een one-pager, een teaser, een executive summary. Maximaal gewoon één pagina met twee bladzijden. Eén blaadje die dan even aan beide kanten geprint is. Niet meer dan dat. Om even te kijken, hey, is dit voor jou ook interessant? Ik heb een geweldig verhaal, tuurlijk. Maar misschien is het voor jou niet interessant. Dus voordat ik jou vraag om een paar uur van je tijd mijn boekwerk te gaan lezen of mijn levensverhaal aan te horen, eerst even checken, maar is dit ook voor jou interessant? Dus zorg dat het klopt. Zorg dat je huiswerk hebt gedaan. Zorg dat je al je bewering kan onderbouwen.
tuurlijk. Maar zorg dan ook dat je op een goede manier die aansluiting probeert te vinden. En ja, wat ik eigenlijk wil meegeven is, pas op het einde gaan mensen echt, dat heet dan due diligence met een mooi woord, dat is allemaal belangrijk, gaan ze jou controleren. He, dus als jij alleen maar bezig bent met kopieën van alle contracten, je hebt alle onderzoeken waar je al gebaseerd hebt, maar uitgeprint heb je zo'n stapel hier op tafel liggen, maar niemand komt uit kijken, want niemand vindt het interessant. Denk daar dus ook aan, hè, dat je goed voor de dag komt, dat je goed presenteert, vooral ook aan de juiste mensen presenteert, en dat jouw uitleg namelijk voor hun interessant is om met jou te praten, naar jou te luisteren en eventueel met jouw zaken te gaan doen. Dat is wel heel erg belangrijk. En een goed plan is natuurlijk waarin jij uitlegt waarom jij succesvol gaat doen, waarom het een zinvolle activiteit is, met andere woorden, waarom dat waarde gaat opleveren, ga je maar uitleggen. Maar voordat je echt zeg maar die tijd en die aandacht krijgt, moet je wel die ook verdiend hebben. Nou, investeerbaar betekent dus dat jij iemand anders een hele goede propositie voorlegt. Van hé, het is voor jou interessant om mij te steunen, het is voor jou interessant om mij geld te geven. Hoe doe je dat dan? Hoe ben jij in staat om straks iemand anders bijvoorbeeld meer terug te betalen dan ik jou gegeven heb? Of bepaalde andere doelstellingen te bereiken. Dat je zegt, wij gaan samen hele mooie dingen maken. Dat kan ook natuurlijk, hè. Nou, dat doe je alleen maar als jij waarde toevoegt. Gaan we straks dat een beetje invullen, dat een beetje definiëren. Maar ik wil graag ook dat het woord waarde in je hoofd zit. Tuurlijk, omzet gaat iedereen altijd over praten. Winst gaat iedereen altijd over praten. Mensen die er iets meer verstand van hebben, praten ook wel over cashflows. Allemaal heel erg leuk en aardig. Maar we gaan eerst praten over waarde. En we gaan zo in de rest van de presentatie een beetje kijken hoe vul je dat dan in. Maar waarde is het centrale thema. Dus de vraag is, hoe ga je dat dan doen? Nou, ik dacht, we gaan even een mooi actueel voorbeeld met elkaar bespreken. Wat hopelijk een beetje tot de verbeelding spreekt. Ik heb hier wat feitjes opgezocht. Ik neem aan dat iedereen weet wat dit is. Mag ik dat zomaar aannemen? Is er iemand die zegt, ik ken dit niet? Oké, wie kan uitleggen, waar hebben we het over? Wat is dit? Waar gaat het over? Nep. Sorry? Nep. Nep. Applicatie. Oh, ja. Ja, dat is geen echte camera. Dat klopt nog. Het is een app. Denken, ja. Nou, wat voor soort app? Ja, om foto's te maken. Foto's te delen. Met filters. Foto's maken, foto's delen, foto's bewerken. Een foto app. Oké, dus kan je met je mobiele telefoon iets met foto's doen. Instagram is recentelijk in het nieuws gekomen. Dat hebben jullie waarschijnlijk allemaal gezien. Wie is dat opgevallen? En wat is er speciaal opgevallen? Hè? Want er worden misschien, wij zitten met elkaar te praten, worden vandaag misschien ook overnames gedaan. Hè? Maar waarom is dit zo tot een verbeelding spreken? Veel nullen. Heel groot bedrag, hè? Geen omzet. Helemaal geen omzet. Concurrent van Facebook. Ja? Zeker, van Facebook. Wie is er nog iets opgevallen over Instagram? Ja, heel weinig personeel. Ja. Wat? Heel weinig personeel. Ik geloof een mannetje of 10, 10, 12. Heel jong. Heel jong bedrijf. Ja. Allemaal waar. Oké, zullen we een paar van die dingen invullen? Facebook heeft Instagram gekocht voor ongeveer 1 miljard dollar. Het bedrijf bestaat 551 dagen. Als je dus snel rekent, is dat volgens mij nog geen 2 jaar. Werken op het moment van overname rond de 10 mensen. Werken misschien 12 mensen. Dus allemaal dingen waar je normaal zegt, en zoals daar ook terecht gezegd werd, omzet nul. Winst per definitie dus onmogelijk. Ja, als je geen omzet maakt. Dus maken ze verlies. Want ja, je hebt wel kosten. Oké. Dus eigenlijk alles fout in het bedrijf. Toch? Geen personeel, geen track record. Klopt allemaal voor geen kant. Nul omzet. En ook niet echt een idee hoe ze in de toekomst wel omzet gaan genereren. Dat is ook niet echt heel duidelijk. En dit is een miljard dollar waard. Dus er speelt meer bij een bedrijf dan alleen maar die dingen waar je in eerste instantie aan denkt. Ik moet heel veel werknemers hebben, ik moet heel veel klanten hebben, ik moet heel veel omzet draaien, ik moet heel veel dit, ik moet heel veel dat. Ja, dat kan, maar het kan dus ook heel anders. Dus dat is niet de enige weg.
Waarom denk je dat dit bedrijfje voor Facebook een miljard dollar waard is? Ja, technologie. Technologie, ja. Ze groeien heel erg hard. Ja, momentum, dat is erg belangrijk. Het sociaal netwerk plus gebruikers, dat we een hoop gebruikers hebben. Ja, ja. Kijk, het begint natuurlijk allemaal omdat je ergens wel verschrikkelijk goed in moet zijn. Want we zeiden al, wat is Instagram? Ja, dat is een foto-app. Dan denk je al, oh, weer één? Ja, weer één. Hoeveel van die foto-apps zijn er wel niet? Nou, heel veel. Maar zij waren beter. Ze waren beter in het uploaden ging sneller. Ze waren beter in het standaard bewerken. Ze waren ook beter en makkelijker op een sociale manier. Dat zei jij gewoon vooraan je de foto's kon delen. Dus in een aantal dingen waren ze gewoon beter dan de anderen. Ja, weer een foto-app. Echt niet dat deze jongens de foto-app als we het daarop bedacht hebben. Maar ze waren wel beter. Heel erg belangrijk dat je gewoon erg, al ergens heel erg goed in bent. Niet zomaar een beetje wat aanmodderen. Je moet gewoon echt heel erg goed zijn. Maar ze waren heel erg goed. Nummer twee wat ze hadden was, hebben jullie ook genoemd, succes. Heeft iemand een idee hoeveel mensen Instagram gebruiken, dus hoeveel gebruikers ze hadden? 30 miljoen. Ja, zoals we kijken, maar zoiets is het wel. Ja, alleen op het platform van de iPhone, op het iOS platform, hadden ze 30 miljoen gebruikers. Die betalen niks, omzet nul, klanten nul. Maar blijkbaar doen ze wel iets waar een heleboel mensen blij van worden. Blijkbaar zeggen een heleboel mensen, oh, dit vind ik mooi. Dat is ook waar, hè? Dat je een heleboel mensen iets geeft waar die mensen heel blij van worden. Wat was de directe aanleiding voor Facebook om te zeggen, oké, nu moeten we handelen? Flikken of zo. Ja, dat was een concurrentiestart. Dus namelijk een concurrent van Facebook in welke partijen ja? Mag ik ook opkopen. Ja. Ze waren naar Android gegaan. Misschien heeft dat iets met... Ja. Dus zij bestaan. Totaal irrelevant verhaal natuurlijk, hè. 10 man ergens op een zolder. Loopt een beetje te knutselen. Weet je, Facebook, bedrijf 100 miljard. Ga je toch niet druk maken over een paar mensen die hierboven in de gonet een beetje zitten te klussen. Maar, daar komen straks de presentatie ook op. Visie. Waar gaat de wereld naartoe? Dat hebben zij goed begrepen, meer dan iedereen anders. Overigens, per ongeluk, ga ik zo over uitleggen, ja, wordt die niet altijd een beetje mazzel hebben. Maar niet geschoten, altijd mis. Want, waar gaat de wereld naartoe? En als ik het nu zeg, zeg je allemaal, ja natuurlijk. Maar dat is makkelijker om van buiten achteraf te zeggen dan om het te bedenken. Eén, internet gaat naar mobiel. Kan je zeggen, ja, is toch logisch, weet iedereen. Ja, maar doe er maar wat mee. Dus wat is nou het leuke? Hoe is Facebook groot geworden? Facebook, sociaal netwerk, hoe is die groot geworden? Omdat wat jij zegt, je had wel andere websites waar je foto's kon delen, bijvoorbeeld Flickr en andere, die waren veel groter dan Facebook. Maar toen zei Facebook, ja, mensen vinden het leuk om foto's te delen, wij gaan het beter doen. Dus een foto delen op Facebook was beter dan op andere sites. Een van de dingen die zij bijvoorbeeld geïnteresseerd hebben, is het taggen. Ik kan mensen benoemen in mijn foto en dan zien mijn vrienden, oh ja, daar sta ik. Dat is leuk. Dat hebben zij allemaal bedacht. Maar ze zitten zo vast op die PC, zo vast op dat scherm. Ja, ja, de Facebook-app is overigens tot vandaag de dag nog heel slecht, hè. Dat lukt ze gewoon niet. Nou, beginnen zijn foto-app. Leuk. Maak maar foto's met je mobiele camera en dan moeten we met die Facebook-app dat op Facebook proberen te krijgen. Dat lukt allemaal niet. Dus zij beginnen ook een community, dat is allemaal veel leuker en gezelliger. En dan, 30 miljoen mensen op iOS, dat is best wel veel. Facebook denkt, oh, 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 straks gaan die mensen meer daar doen dan hier doen. Komt niemand bij mij meer adverteren, want al die mensen zitten bij Instagram en niet bij Facebook. Dat is een beetje eng natuurlijk, hè. En een deel van de waarde zit ook in schaal. En het begint een beetje groot te worden. Maar wanneer is Facebook echt bang geworden? Zij hebben een Android-app geïntroduceerd. En op dag 1 van introductie, dus binnen 24 uur na introductie, is die 1 miljoen keer gedownload. En toen dacht Facebook, dit is heel eng. En binnen 4 dagen hebben ze het gekocht voor 1 miljard. Nou, even een illustratie. Tuurlijk is dit een outlier, natuurlijk moet je hier zelf op richten. Maar even om je wakker te schudden, even om te denken van, hey, hoe we normaal altijd naar een bedrijf moeten kijken. En nu zie je ineens dat het heel anders kan. Nog even hoe je daar dus op komt, en dat is leuk, want als je kijkt naar een heleboel succesverhalen zit toeval of zeg maar een ontwikkeling erin. En dat is ook heel erg belangrijk. Hè? De al bekende dooddoeners, maar wel heel erg waar.
de weg naar succes, hè, van A naar B, is niet een rechte lijn, maar gaat zo. Want Instagram werd opgericht eigenlijk als concurrent van Foursquare. Kent iemand Foursquare? Dan kan je inchecken. Kan je laten zien dat ik het trouwens vergeten heb? Ik vergeet het altijd, ik weet niet of. Maar dan kan je in, dat is heel leuk. Dus wat dacht die oprichter van Instagram nou? Nou, dat is heel leuk. Dat Foursquare inchecken, leuk, en zien waar iedereen is. Maar wat is nou veel leuker als je even een fotootje maakt dat je kan zien waar je bent? He, dus zeg gewoon, ik ben op de Gonet, klik foto erbij, staat er een foto erbij, dat is heel leuk. Dus hij had gewoon een Foursquare met foto bedacht. En dat hadden ze gebouwd, het rammelde ook een beetje. Iedereen vindt Foursquare heel erg leuk. Je kon ook ineens alweer inchecken op Facebook. Komt er weer zo'n incheck appje aan. Nou, daar zat dus helemaal niemand op te wachten. Maar blijkbaar deden ze dus iets goeds met dat fotodeel. Dus dat liep heel erg goed. Dus ze zagen gewoon het gebruik, hè. Ook een belangrijke les. Begin nou maar met iets. Kijk wat mensen ermee doen. En kijk wat de volgende stap is. En toen zeggen ze, hé, wij doen blijkbaar eens goed met foto's. Want heel veel mensen vinden het toch leuk om die foto's te bewerken en zo. Weet je wat? Dat inchecken, dat gooien we eruit. Want dat is helemaal niks. We gaan gewoon een online Flickr beginnen. Maar dan beter. Want we kunnen foto's bewerken, et cetera, et cetera. En zo zijn ze erop gekomen om dus een soort foto-community te worden. En toen is dat heel groot geworden. En toen dacht ineens Facebook, maar ook Twitter, van hé, dat moeten we hebben. Nou, en dan gaat de prijs omhoog. Dus de titel van deze slide is waarderingsgrondslagen. Dat heb ik ook hoofdstuk al geschreven. Je kan dus een heleboel dingen doen om je bedrijf wat waard te maken. Tuurlijk, omzet, winst, geld speelt een rol. Maar als jij ineens 30 miljoen mensen weet te verzamelen, die jouw spullen willen gebruiken, heb je ook iets, doe je ook iets goed. Als jij heel snel groeit, dat iedereen, moet even oppassen. Want toen Facebook begon, was MySpace 10 keer groter. Hebben ze gewoon ingehaald. Dus als iets groeit en momentum heeft, dan kan iets van waarde zijn. Weet iemand wie deze mensen zijn? Ja. Als je dus een club hele goede mensen bij elkaar hebt, die weet te houden, die weet te binden, is ook heel veel geld waard. Een andere acquisitie die dan wat minder bekend is, maar die ik altijd leuk vind om te noemen, Beluga, dat is een hele grote vis. Maar dat is ook de naam van het bedrijf die een paar mensen hadden bedacht. Die vonden het heel vervelend dat je met Facebook niet een groepchat kon doen wat werkte. Dat hebben ze gewoon zelf gemaakt. Het was een app, kon je downloaden. Geen succes, ik ben volgens mij de enige gebruiker ooit in Nederland. Ik ben nog geen andere tegen genomen. Maar Facebook dacht, shit, wij zijn een communicatieplatform, een messagingplatform. Dat kunnen wij eigenlijk helemaal niet zo goed. Die jongens hebben een heel goed stukje technologie. Als dit groot wordt, hebben wij een probleem. Wij kopen dat. 3 maanden later heb je op je mobiele telefoon iets dat heet Facebook Messenger. Maar het is gewoon omdat een hele club slimme mensen die iets heel slims bedacht hadden. En Luca is leuk, want dan heeft nooit echt veel gebruikers gehad. Hè? Dus dat is leuk. Instagram is een mooi voorbeeld van iets dat heel groot is geworden. De Luca is een mooi voorbeeld van iets dat heel klein is geworden. Niemand kent het. Maar ze hadden wel een aantal van die dingen. Weet je wel, dat ze heel veel gebruikers hebben. Was een goede naam, maar goede mensen met goede technologie kom je ook in heel erg. Dus kijk ook bij je eigen plannen, hoe ga ik hier allemaal waarde creëren? Wat is straks voor iemand interessant? En probeer dat dan goed te beschermen. Dus zijn je mensen heel belangrijk, wint ze dan aan je? Zijn de dingen die jij zelf gaat ontwikkelen, technologie, procedures, wat dan ook heel belangrijk? Oké, beschrijf die dan heel goed, wees dat dan ook echt uniek in, draag dat uit, et cetera. Want ook daar zit de waarde van je onderneming in. Nou, wat is dan de samenvatting eigenlijk van het verhaal tot nu toe? Kwantiteit en kwaliteit. En om dan even een bruggetje te maken met wat financiële dingen. Hè? Als je kijkt naar de waarde van het bedrijf. Hoe wordt een bedrijf gewaardeerd? Weet iemand dat? Nee? Ja, noem eens het. We gaan net lang door tot ik hoor wat ik wilde horen. Ik heb alle tijd. Discounted cashflow. Ja, is goed. Boekwaarde. Ja, kan allemaal. Klopt. Factor is EBITDA. Sorry? Factor maalt EBITDA. Ja, dat was wat ik wilde horen. Dus je hebt 2 dingen. Je hebt de kwantiteit. Dat kan bijvoorbeeld zijn omzet, winst, EBITDA, cashflow, maakt niet uit. Dat is hoeveel? Wat is EBITDA? EBITDA is, earning before interest and taxes. Is een vorm van winst. Winst voor belastingen, voor afschrijvingen, voor rentebetalingen. Cijfertjes.
Maakt niet uit. Want dat is de basis. Dus je neemt iets cijfermatigs, iets kwantitatiefs als basis. Laten we voor het gemak zeggen omzet. En dan ga je daarna kijken, ja, maar hoe goed is dat nou, die omzet? Hoeveel heb ik er over? En dan krijg je dus wat we noemen een multiple of een factor. En dan zeggen we, nou, dit bedrijf is 2 keer de omzet waard. Dit bedrijf is 0,5 keer de omzet waard. Kun je ook met de winst doen? Zeg je, nou, dit bedrijf maakt zoveel winst. En het is mij 8 keer de winst waard. Dat heet dan een koers-winstverhouding. Staat iedere dag in de krant. Ja. Nou, mensen die wat minder met aandelen hebben en die zeggen van, hé, dit kwartje, maar we hebben geen kwartje meer naar de euro, hè? Dus dit dubbeltje valt niet. Kan er ook heel anders naar kijken. Iedereen woont ergens, hoop ik. Dus je hebt allemaal een huis of een appartement. Dan heb je eigenlijk ook 2 dingen. Kwantiteit, hoeveel vierkante meter heb je? Ja, iets van 200 vierkante meter is 2 keer zo groot als iets van 100 vierkante meter. Maar ook de kwaliteit, wat is de prijs per vierkante meter? Nou, en als je op de gracht in Amsterdam zit, is natuurlijk een andere prijs dan als je in Amsterdam Zuidoost zit. Dus je hebt kwaliteit, dat is de factor. Hè? Wat is de prijs per vierkante meter? En je hebt kwantiteit, het aantal vierkante meter. En als ondernemer moet je die 2 dingen doen. Dan pak je waarde. Dus niet alleen maar meer omzet, meer winst, meer cashflow, meer EBITDA. Ook belangrijk, want dat is de basis. Hè? Maar ook, hoeveel is dat nou waard eigenlijk? En vooral op deze dimensie laten bijna iedereen, laten de meeste bedrijven echt kansen liggen. Dus als jij ergens woont, dan denk je, oké, hoe kan ik mijn huis meer waard maken? Misschien verbouwen, misschien schilderen, misschien dat je zegt van, weet je wat, als ik een extra raam maak, komt er zoveel meer daglicht binnen, dat vinden veel meer mensen mooi. Whatever. Heb ik ook een paar voorbeelden in het boek ook geschreven, hè? Maar even om het idee. Dus denk aan die 2 elementen die een hele belangrijke rol spelen voor de waarde. Natuurlijk is het zo dat uiteindelijk alles wat je doet, en dat zei jij ook hiervoor, hè, discount en cashflow, we gaan uiteindelijk alles wat je doet meten in geldstromen. Maar de waarde van je bedrijf is meer dan alleen maar dat. Want de waarde van het bedrijf is, oké, we hebben die geldstromen, maar wat betaal ik voor die geldstromen? Hè? Dus wat de vierkante meters voor je huis is, dat zijn de geldstromen voor het bedrijf. Maar daar hangt een prijskaartje aan. En als ondernemer kan je zelf heel veel doen om te zorgen dat aan jouw cashflow een hoge prijskaart heeft. Soms zelf tot in zo'n extreme, kijk naar Instagram, als jij 0 cashflow hebt, dat er nog steeds een heel hoog prijskaartje aan hangt. Dat is natuurlijk een extreem voorbeeld, maar even om het punt te illustreren. Nou, een bedrijf dat ik in ieder geval denk, en ik denk jullie allemaal ook, dat heel goed doet, is... Ja, ook waarschijnlijk. Of in ieder geval deed. Ja. Apple. En Apple is erin geslaagd om eigenlijk boven zichzelf uit te stijgen. Als ik zeg Apple, wat zijn dan de eerste, wat is het eerste wat in je hoofd komt? Design. Gebruikersgemak? Creativiteit. Sorry? Creativiteit. Creatief, ja. Innovatief. Ja. Hip. Steve Jobs. Het bedrijf met een gezicht, hè. Staat ergens voor. Creatief. Sorry? Creatief. Ja. Leuke hebben dingetjes. Je wilt het eigenlijk allemaal hebben. Ook al heb je niet nodig. Oplopen. Ja. Leading. Commercieel. Ja. Hoge winstmarge. Ja. Je wordt afgezet, dus hè, als je Apple koopt, betaal je van te veel voor wat je koopt. Hè? Want dat is natuurlijk de keerzijde. Hè? Apple maakt buitensporig veel winst, die jij dus betaalt. Hè? Ga maar naar de winkel, dan zie je dat een gelijkwaardige specificaties Apple of een ander uitzien. Wat is nou het leuke? Ondanks dat hier gewoon de producten van Apple staan, noemt niemand die. Als ik zeg Apple, roep jij niet al iPhone. Als ik zeg Apple, zeg jij niet al iPod. Als ik zeg Apple, zeg jij niet MacBook. En dat is wat je moet nastreven. Je hebt producten of diensten als bedrijf, maar wat ben je eerst zelf als bedrijf? En als je dus je bedrijf goed kan neerzetten,
dan wordt het dus meer waard. Want het bedrijf zelf heeft betekenis. En wat is nou het mooie? Als je kijkt naar de toekomst. Als jij heel goed... Want dit heeft Apple dus allemaal niet bedacht, hè? Trouwens. Want wie heeft, zeg maar, persoonlijke muziekspeler bedacht? Sony. Sony Walkman, hè? Dus wat dacht ze gewoon? Hey, shit, cassettebandjes, heel ouderwets. Dat er gewoon een MP3. Hebben zij de revolutie, hebben zij die ontketend? Wie heeft de telefoon bedacht of in ieder geval uitgebouwd, groot gemaakt? Nokia, Motorola. Hè? Motorola heeft heel veel technologie in mobiele telefoon bedacht. Nokia is daar toen mee aan de haal gegaan. Nou, toen Apple met een telefoon kwam, was echt niet dat we dachten, ach, geweldig, een mobiele telefoon. Maar het is ook geen telefoon, het is een interface. Dat was het. De kracht is niet de telefoon, de kracht is de manier waarop je gebruikt. Klopt. En de kracht van Mac is een interface. Klopt. En dat slaat weer terug hierop, hè. Okay. Dus zij zijn ergens heel goed in en dat kan je op meerdere producten of diensten loslaten. Tablet heeft Microsoft uitgevonden. Dus, maar omdat zij dus die dingen kunnen die we net allemaal noemen, design, gebruikersvriendelijkheid, interface, het is ook mooi en cool en hip, het is een premium product, al die dingen die we net allemaal genoemd hebben, is op dit alles van toepassing. En als er volgende week tv's gaan komen, dan klopt het ook. Dus zet jezelf niet neer als ik maak een muziekspeler, ik maak een telefoon, ik maak tv's, ik maak koffiezetapparaten. Want dan zit je niet aan. Dan is dat dus, dat is dat jouw toekomst. Dat is dat de rest van je leven. Ik vind het wel interessant, want de iPad staat rechts bovenaan. Ja. En mijn grote vraag is, van, komt er nog een volgende? Ja, ik ben niet een professionele Apple Watch of zo. Er wordt gespeculeerd. En dat lijkt op zich heel logisch. Dat ze richting tv gaan. En dat komt omdat de tv een device wordt, eigenlijk zoals een tablet. Daar zijn ze op zich al heel goed in. Want als je kijkt naar de ontwikkeling van hun producten, dan hebben ze... Dat heb je geen vertrouwen in. Dat zie ik wel. De manier waarop je het nu zegt, zeg je wel, Jan, hoe dat zou het kunnen zijn. Nee, ik heb geen vertrouwen in mijn eigen voorspelling dat het noodzakelijk tv's moet zijn. Misschien bedenken ze auto's, ik weet het niet. Maar wat ik wel weet is dat ze al die dingen waar zij bekend om staan en waar zij goed in zijn, whatever het volgende product is, al gaan ze stereo doorbouwen. Gaan ze het nog een keer doen, denk je? Ik denk dat ze het weten. Maar dat maakt niet uit, want al wordt het een stereo toren, ik denk wel dat het weer een happening wordt. En ik denk wel dat het weer heel goed gaat werken. En ik denk wel dat het toch weer net wat beter en leuker en mooier is dan anderen. Dus als je je eigen bedrijf neerzet, en dat is de volgende slide, ga eerst eens bedenken, wat gebeurt er allemaal in de wereld, wat zijn de trends, wat is voor mij belangrijk, waar moet ik wat mee? Ga dan eens even jezelf goed neerzetten als bedrijf. Wat doen wij eigenlijk? Dus Apple maakt mooi design, Apple maakt gebruiksvriendelijke dingen, et cetera, et cetera. En ga dan eens even kijken op welke manier, dat zijn je kernwaarden, op welke manier wil je erin staan? En die producten en diensten moeten een vertaling daarvan zijn. Maar definieer niet je bedrijf als je product. Je bent meer dan je product. Oké, dat is de basis. We gaan door, want we gaan het even over financiering hebben in de laatste 10 minuten die we hebben. Welke type financiering past bij jou? Dat ligt eraan wie je bent en in welke fase je zit. Dit is een heel mooi plaatje, ik heb er straks nog een, er zijn er 20 van die allemaal net anders zijn. Maar het komt op hetzelfde neer. Bedrijven maken een ontwikkeling door en in iedere fase waar je zit, wil je naar de volgende fase komen. Dat is wat ik net even heel kort liet zien, stapje voor stapje. Dus als jij nog in het concept, en je hebt een goed idee, ik ben een concept aan het uitwerken, dan moet je niet bij iemand komen en zeggen, nou, ik heb even een miljoen nodig, want we gaan even een vette launch doen. En ik wil even de billboards en de tv-campagne en zo. Beter, ga jij hem eerst een prototype maken en dan praten we wel weer verder. He? Stapje voor stapje. Maar dat betekent dus ook dat je goed moet kijken, ja, maar welke investeerder past nou bij mij? Nou, dat is op zich niet heel ingewikkeld, want ingewikkelder is dus eigenlijk binnen de fase de juiste partij vinden. Maar in het begin, eigenlijk, als je dus nog niet begonnen bent, zit je hier. Ja, hier staat revenue, dat is omzet. Als je nog pre-omzet bent, dan heb je helemaal niks. Nou, dat hoeft niet erg te zijn, want Instagram ook niet. Maar daar moet je wel bewust van zijn. Dan ben je dus eigenlijk geld en alles aan het uitgeven. Nou, dat zie je hier. Dat heet de Valley of Death. Waarom? Omdat jij wil geld gaan verdienen, dus jij bent bijvoorbeeld een mobiele applicatie aan het maken.
dan heb je een aantal dingen die belangrijk zijn. Je hebt een budget, daar heb je 100.000 euro voor. Als het 110.000 euro kost, dan heb je een probleem, want dan is hij niet af. En als je een app hebt die niet af is, ja, dan kan je hem ook verkopen, dan komen er inkomsten in. Als het langer duurt, gaan andere kosten ook door, richt je het ook niet. Dus maak een heel goed actieplan. En dat is niet alleen hoeveel kost het, maar ook hoe lang duurt het. En wat moet er allemaal gebeuren voordat het succesvol wordt. Dus bereken goed, wat is mijn diepste punt? Hoe lang gaat het duren, hoeveel gaat het kosten, voordat we een beetje geld gaan verdienen met wat we gaan doen? Nou, dat mag best heel lang zijn als je dat maar op gerekend hebt en als het past in je plan. Maar pas op, want als je dus niet je eigen doelstellingen haalt, dan heb je een probleem. Want dan sta je eigenlijk constant op omvallen. Dus dit is een hele kritieke fase. Waar kan je terecht? Nou, wat Martijn ook al noemde, hè? Business angels, informal investors, seed capital, allemaal hele mooie termen. Wat ik je een beetje als richtlijn zou willen meegeven, hoe meer aan het begin je staat, probeer het zo dicht mogelijk bij jezelf te zoeken. Waarom? Je bedrijf is nog niks, maar jij bent wel wat. Dus mensen die jou goed kennen, mensen die met jou gewerkt hebben, mensen die in jou vertrouwen hebben, zullen eerder geneigd zijn om in jouw idee, concept, beginnend bedrijf te investeren, want je bedrijf zelf is nog niet zoveel. Dus hoe meer je aan die voorkant zit, hoe dichter je bij jezelf moet blijven. Hè? Friends, families, je buren, je tante, whatever. En dan inderdaad naar angels, kunnen oud-collega's zijn, kan je voormalig baas zijn, kunnen mensen waar je een project hebt gedaan. Of misschien dat je zegt van, nou, nu hebben we wat om te laten zien. Dan kan ik ook naar informal investors, daar gaan zij straks daar denk ik wat over zeggen, maar hoe je dat goed kan doen. Dan kan je zeggen, nee, ik kan nu iets laten zien, ik heb iets. Ik kan nu ook naar wat mensen die ik niet ken pitchen, want ik heb nu ook een goed verhaal en een goed product wat ik kan laten zien. Nou, dat is de eerste fase. Daar gaat het dus puur om dat je wat je gaat doen gaat ontwikkelen. De volgende fase gaat heel veel over groei. Dan krijg je over groeifinanciering. En hoe verder je komt, komt ook vreemd vermogen wat meer om de hoek kijken. Nou, een andere manier om daarnaar te kijken is dit. Dit is weer je ontwikkeling. Dit zijn dan de fases. Hè? Dus de pre-seed is eigenlijk de eerste eigen investering. 15.000 euro om te beginnen om een laptop te kopen en aan de slag te gaan. Dan heb je wat geld nodig om te zeggen, ja, ik heb een paar maanden tijd nodig, want ik ben iets aan het ontwikkelen. En jezelf, je vrienden, je familie, je omgeving. Daarna ga je kijken, oké, kan ik ergens inderdaad misschien subsidies voor krijgen? Zijn er regelingen? Kan ik ergens bij aansluiten? En andere dingen. En dan ga je zo verder naar steeds professionelere partijen. Maar omdat jij groeit in die tussentijd, neemt het risico af. Dus probeer steeds stapjes vooruit te maken. Ook nog in de fase dat er helemaal geen geld verdiend wordt. Maar als jij een product in ontwikkeling hebt, is het meer risico dan als het product af is en je kan het aan mij demonstreren. En ik zie het, ik denk het werkt. Dus probeer steeds dingen te behalen. Als jij zegt, nou, ik ben op zoek naar een partner. Denk ik, nou, vindt hij die wel? Kom je bij me en zegt, ik heb een partner gevonden. Denk ik, nee, hij heeft dat bereikt. Dus probeer steeds stapje voor stapje het in te vullen en de doelstellingen te bereiken. Nou, tot slot nog een paar praktische tips. In de eerste plaats natuurlijk, lees het boek. Als je heel erg geïnteresseerd bent, kan je het zo kopen. Anders kan je het ook online bestellen. Dit is trouwens een hele leuke uitgave. Een beetje reclame voor Synthens. Een tijdje geleden kwam Synthens met een publicatie hoe staat het ervoor in de creatieve industrie. Daar hebben we een heleboel interessante onderwerpen van co-makership tot internationalisatie tot creativiteit over lezen en ook wat over financiering. En daar heb ik 3 tips gegeven, dus daar hang ik nu aan. Hè? Want ja, ik kan daar niks anders meer roepen. Wat zijn die? Consistentie, benut je volledige verdienpotentie en uitvoering. Wil ik even heel kort iets zeggen over die 3 dingen. En dan ga ik nog een 4e tip eraan toevoegen. Die is niet nieuw, want die hebben we al in de presentatie benoemd. En dan daar gaan jullie natuurlijk allemaal heel hard aan de slag met al die mooie dingen. Consistentie, wat bedoel ik daar nou mee? Consistentie is dus, denk weer aan het Apple-verhaal, denk aan het Instagram-verhaal. Je begint bij het begin. Zoek iets wat bij je past. Je bent ergens de beste in. Je bent ergens heel erg goed in. Je hebt een aantal dingen gedefinieerd, visie, missie, kernwaarden, hoe jij erin staat en wat je allemaal gaat doen. Dan ga je laten zien dat het verhaal ook klopt. He, dus Apple, een Apple ligt niet bij de Aldi. Nee, want dat past niet. We zijn een premium product, dus we houden het heel exclusief. Klopt helemaal. Dus ga ook je strategie zo ontwikkelen dat het klopt met je verhaal. En heel vaak gebeurt dat niet.
ga dus ook de klanten die bij jou passen zoeken. Ik geef corporate finance advies. Okay. Ik kan morgen wel Unilever bellen en zeggen, jij zo, jullie doen een heleboel dingen fout, dat doen ze ook. Jullie moeten even met mij gaan praten. Ja, is dat reëel? Ik denk het niet. Ik ben zelf een klein bedrijf, dus ik richt me ook op MKB en kleine bedrijven. Dat past bij mij. Al was het alleen maar dat als wel Unilever mij een keer belt voor advies, dan hebben meteen 20 mensen die iedere dag aan mijn hoofd zeuren. Want grote bedrijven hebben heel veel mensen, hebben grote afdelingen. Dan moet je dus alles weer 20 keer in de BCC doen en herhalen. Daar heb ik ook niet eens zin in. Past niet bij mij. Het is niet consistent met mijn verhaal. Consistentie. En kleine tip, als je daar wat meer mee wilt doen, kijk dan naar Porter. Michael Porter heeft 3 businessstrategieën bedacht. En hij heeft ook zeg maar de 5 Forces model. Dat is een bepaald model om je omgeving en concurrentie te kunnen analyseren. Overal op Google kan je zo op internet vinden. Als je zegt van hey, ik moet wat aan mijn consistentie doen, ga even kijken naar Michael Porter. Tweede tip. Je verdienpotentie. Je gaat iets doen, top. Maar hoe ga je daar geld aan verdienen? Dat hoeft niet alleen maar zijn door het te verkopen. Misschien kan je op een heleboel andere manieren daar geld aan verdienen. Hè? Dus als jij papieren kopjes maakt, die kan je verkopen, betaal je misschien 2 cent. Maar misschien moet je ze wel gratis weggeven en reclame erop zetten. Ik weet het niet. Maar probeer dat te scheiden. Dus ga eerst gewoon zeggen, ja, wij maken een foto-app en dat gaan we gewoon zo verschrikkelijk goed doen, dat iedereen in de wereld onze foto-app gebruikt. Hoe gaan we daar geld mee verdienen? Nou, dat kan met reclame, misschien gaan we mensen voor laten betalen, een freemium model, noem maar op. Besteed daar ook voldoende aandacht aan. Besteed niet alleen maar aandacht aan je producten en je diensten en dan zeg ik, nou, dan verkoop ik het wel. Ja, dat kan, maar misschien kan je veel meer doen. Als jij iets bedacht hebt, een stukje technologie, kan je ook licencieren. Laat iemand anders er wat mee doen. Dus echt die potentie die erin zit, haal die eruit. Als Apple gewoon gebleven was bij computers maken en nooit die stap had gezet naar muziekspelers, naar tablets, naar telefoons en wat er allemaal nog aan zit te komen, ja, dat had ze ook heel goed gedaan. Dat ze nog steeds hele mooie computers gemaakt. Maar die potentie waar we echt goed in zijn, dat ze voor de helft laten liggen. Kijk hoe ver kan dit gaan wat je gaat doen. En de laatste tip is, allemaal mooie verhalen. Het draait maar om één ding. Uitvoering. En uitvoering is de belangrijkste succesfactor. Execution. Doe het. Ja? Stel jezelf doelstellingen. Deze week moet het prototype af. Deze week moet ik 5 prospects hebben. Deze week ga ik 10 klanten bellen. Deze week dat. En ik trek er zoveel tijd voor uit. Ik trek er zoveel geld voor uit. Ik heb er deze middelen voor nodig. Maar ondernemen betekent doen. Heel belangrijk om de plannen te maken. En om die plannen goed te kunnen presenteren. Maar daarna moet je het gaan doen. En mensen, of het nou de bank is, een investeerder is of wie dan ook, willen zien dat je het doet. Heel vaak heb je meerdere afspraken met die partij, dus we zitten vandaag te praten, dus goed. Over een maand kom je weer binnen, wat is de afgelopen maand gebeurd? Oh, gebeurt er wat? Oh goed, oké, okay. Je zei dat je een partner zou vinden, heb je gedaan, top. Wat ga je de komende 2 maanden doen? Ja, de komende 2 maanden ga ik een demo maken. Oké, okay, kom over 2 maanden terug, heb die demo's af. Goed. En zo bouw je een track record op dat je delivert wat je belooft. En dat is heel erg belangrijk. En de laatste tip, om het allemaal even ook in beeld te zetten. Wat is nou waarde creëren? Dat is een positief rendement. En dan kan je wel allemaal hele moeilijke cijfers neerzetten. Daar hou ik niet van. We gaan het in woorden uitleggen. Wat is rendement? Dat je eerst kijkt welke middelen zet ik in. En dat je daarna kijkt naar het resultaat. En een heleboel mensen behalen wel resultaat. Maar er moeten zoveel middelen in. Dat het de moeite niet waard is. En dit is heel belangrijk. Want heel veel investeringen gaan niet door. Waarom? Het is wel een mooi verhaal, maar er moeten zoveel middelen in. Het gaat zo lang duren en het kost zoveel geld. Dat zelfs al gaat dit lukken, is het geen positief rendement meer. Dus kijk ook altijd hoe kan het zo efficiënt mogelijk. Niet alleen maar geld, tijd, mensen, alles. Ja, zo efficiënt mogelijk middelen inzetten om zo hoog mogelijk resultaat te bereiken. Want dat is hoe de investeerder of de bank of die andere partij denkt, hé, hier verdienen we wat aan. Zo hou je wat over uiteindelijk onder de streep. Dit vind ik een geweldig plaatje. Want iedereen is altijd haast en doet altijd sneller en dit en dat. Hoeft niet. Keep walking, zolang je maar in beweging blijft. Stel je zo reële doelen, maar blijf in beweging, sta niet stil. Stilstaan, zeker voor een klein bedrijf, zeker voor een starter, is killing. En hij heeft eigenlijk nog een mooiere slogan dan keep walking, namelijk walk, don't run. Stapje voor stapje en zolang je maar stapjes blijft zetten, kom je vooruit. En zolang je vooruit komt, krijg je momentum.
En als je momentum krijgt, kan je groeien, et cetera, et cetera. Nou, mochten jullie denken dat je ooit ergens mee bezig bent en je denkt, hé, ik heb hulp nodig, dan kan je altijd bellen en contact opnemen en anders kan je gewoon het boek lezen. En dit zijn allemaal mooie dingen die we vanwege de tijd niet meer gaan doen, maar weet je dat er nog meer was. Ik hoop dat jullie wat aan gehad hebben. Ik hoop dat je het leuk vond, dat je het interessant vond, dat het bij jezelf wat heeft losgelaten. Ik denk van, hé, project waar ik aan werk, daar kan ik iets mee. Ik wens jullie heel veel succes en nog een hele prettige middag. Thank you.